online ondernemen alleen deze laptop nodig zijn? Wil jij dat ook graag? Dan ga ik je vandaag in deze video uitleggen hoe je dat in 3 simpele stappen kunt doen. En dit zijn echt even de basics die ik met je ga doornemen, die jou mogelijk kunnen gaan helpen om die stappen voor jezelf te gaan zetten, als jij dit natuurlijk voor jezelf wilt creëren. En laten we heel eerlijk zijn, even tussen neus en lippen door, waarom zou je dit niet willen? Wie zou dit nou niet willen? Dat jij gewoon kunt bepalen waar je leeft, waar je wilt werken, waar je wilt zijn. Het is allemaal mogelijk. 3 simpele stappen om te starten als online ondernemer. Nou, ten eerste is het ontzettend belangrijk. Je kunt er niet omheen. Als online ondernemer heb je een website nodig. Okay, dus begin daarmee. Mijn advies is om gewoon een WordPress website aan te maken. Dus ga daar niet, probeer daar niet uniek in te zijn. Probeer gewoon zo simpel mogelijk die website te bouwen. Dat kun je natuurlijk zelf doen of je kunt het uitbesteden. Dat is aan jou. Maar als allereerst wil je een website hebben waarin in ieder geval punt 2, stap 2 op staat, en dat is een weggever. Nou, wat is nu een weggever? Een weggever is bijvoorbeeld, je komt het de laatste tijd misschien wel heel vaak voorbij, een e-book. Of het is bijvoorbeeld een videocursus die je gratis kunt volgen. De weggevers zijn over het algemeen gratis concepten die je kunt aanschaffen. Dus dat kan zijn dat je bijvoorbeeld, stel je wilt online ondernemers helpen, dan kun je een e-book maken met bijvoorbeeld de 3 simpele stappen over online ondernemen en hoe je dat uiteindelijk kunt worden. Dat is dan je weggever, die zet je op je website. Vervolgens wil je mensen naar jouw website gaan lokken. En daar zijn een bepaald aantal mensen geïnteresseerd in wat jij doet. En dan kunnen ze daar hun e-mailadres achterlaten, krijgen zij dat gratis product opgestuurd. En op dat moment heb jij hun e-mailadres. En vanuit dat e-mailadres zou je deze mensen dan kunnen gaan benaderen met mailtjes. Oké, dit zijn de 3 simpele stappen. Oké, er zijn veel meer andere mogelijkheden. Check dan ook even mijn andere video's. Maar dit zijn in de basis de 3 stappen. Dus ten eerste een website. Ten tweede wil je een weggever op je website hebben, zodat je er echt iets mee kunt gaan doen daarna. Je hoeft er niet meteen iets mee te gaan doen, maar verzamel eerst eens wat mailadressen. En ten derde is het hebben van een product natuurlijk. Je wil daarna ook een aanbieding kunnen doen. Dus stel je voor, je hebt op een gegeven moment 100 e-mailadressen verzameld. Je hebt een product gemaakt voor jezelf. Dan kun je opnieuw wat gebruiken. Je dan opnieuw die mail gebruik je. Je kunt dan namelijk een mail sturen met: joh, ik heb net een nieuw product gemaakt. Wie wil dit product aanschaffen? En zo zou je al kunnen beginnen, of met een bepaalde actie. En van die 100 mensen kunnen een kleine groep kan daar alweer gebruik van maken. Nou, nogmaals, dit zijn hele kleine tussenstappen, want je kunt ook nog werken met funnels, waarin mensen bijvoorbeeld een x aantal mailtjes eerst krijgen voordat ze een product aangeboden krijgen. Dit raad ik altijd aan om te doen. Maar check voor deze dingetjes eventjes mijn andere video. Dit zijn de 3 simpele basisprincipes om te starten als online ondernemer en alles vanaf dit dingetje te doen, je laptop. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt gehad. Wil je nu meer tips en inspiratie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hoop ik je natuurlijk de volgende keer weer te zien en te spreken. Denk groot, start klein.